De afgezweepte en de merites van zijn karwats. Nooit geweten dat de flow een slokdarm heeft. Dat een bacil die kan blokkeren waardoor de dorst van de flow oneindig wordt. En hij met een bek vol met besmet bloed blijft bijten in zijn gastheer rat. Een beetje als een afgezweepte vlaggeland bij wie de denkspier is afgesloten. Een dorstige fanaat naastig op zoek naar likes van God. Die na 33 en een halve dag marcheren overijverig aan zijn pogrom begint. Met dien verschil dat de vers gebaxeleerde flow zich niet door een geestverwante boeteling vooraf met steriele naaldwonden laat prikken in de rug. Om zo het succes van de gezel te bespoedigen. Geen flow vlooit ooit de flow. Rat en bacillen hebben iets meer nut. Het zijn de puinruimers van de natuur die de waanzin van zelfkastijding, tuchtroede en religieuze verkleedpartijtjes waar de kleine puntje aan kan zuigen bespaard is gebleven. Lang leven bacil, flow en rat en iets minder hoera of joegij voor het schip dat hen Italië binnenvoer. En uiteindelijk de immer voor luchtfietserij bevattelijke medemens op linke ideeën bracht.